het maken van een programmering. Is dat leuk? Dat is het moeilijkste wat er is. De volgorde van programma's bepalen, zodat je het publiek vasthoudt. Ik had het gevoel, dit wil ik gedaan hebben in mijn leven. En het is vreselijk leuk werk, maar het is ook ontzettend moeilijk werk. Er zijn heel weinig mensen waarvan ik, die ik ken, die dat vak onder de knie hebben. Ruud Hendricks is er één van. Ja, ik vond helemaal niks. Ik bedoel, ik vond echt cash and carry rotzooi. Goedkoop gemaakte programma's met slecht begeleide presentatoren. Maar dat gebeurt dat gebeurt ook morgen. Er komen altijd programma's die niet zo zijn, die niet perfect zijn. Carlo Bossart, daar voel ik me nog altijd een beetje schuldig om, want die heb ik binnengehaald voor een programma De Gek van de Week Show. En dat programma is totaal geflopt, maar dat was niet zijn schuld. Vergeeft u het mij? We hebben dat programma gewoon gestart met veel te weinig budget. En daar heb ik van geleerd en dat doe ik dus nooit meer. Wat er dan gebeurt is, ja, de wereld gaat gewoon door. Maar Carlo, hij vind ik bij Telekids op een fantastische wijze revanche genomen. Ik vind dat hij het ontzettend leuk doet. Veel lastiger, en dat is echt iets wat me ook tegengevallen is de afgelopen 2,5 jaar, is het ontwikkelen van talent. Ik bedoel, ik heb wel eens het gevoel dat we wat dat betreft commerciële televisie, RTL 4, het nummer 1 station van Nederland, veel eerder de neiging zal hebben om talent weg te halen waar het elders tot ontplooiing is gekomen. Misschien Miss Bouwman, maar helaas in die tijd was Miss ziek. Ik ben best trots op het feit dat Viola Holt uiteindelijk weer is gaan schitteren. Misschien ook Sonja Barend. We hebben in die beginperiode ontzettend veel presentatoren aangenomen. Maar Sonja kende ik niet. Ze zat op zondag en ik zat zondag thuis in Luxemburg. Maar Sonja was niet op satelliet. Ja, die weet je, ziet er wel lekker uit, maar was niet echt een ster. Ik wilde geen bestaande sterren bij dat station halen, omdat dat gewoon niet efficiënt is en veel te duur. Ik wilde sterren maken. Alleen daar heb ik niet zozeer de tijd voor gehad. Maar om bijvoorbeeld Caroline Tenzin te noemen. Er zijn voorbeelden dat dat wel degelijk gelukt is. Ik noemde net Irene Moors, ook zo iemand. Hallo allemaal en welkom bij Telekids. Spannend hè, zo'n eerste uitzending. Zijn jullie ook zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren in dit programma? Dat is vanaf dag 1 is dat succesvol geweest. Dat daarmee, de naam Irene Moors, dat is een ster geworden. Die heeft het station opgebouwd en uitgebouwd. Dat was ook onze filosofie. Dat is een heel succesvol formule geweest. En nu nog. Hans van Wilgenburg bleek niet meer goed genoeg te zijn voor de KRO. Maar dat ochtendprogramma, dat doet het eigenlijk, voor dat tijdslot doet het eigenlijk fantastisch. Nou, zo hebben we nog wel meer voorbeelden. Ik vind Hans Kazan ook een voorbeeld waarin eigenlijk... Ik dacht ook van, nou, dat wordt niks, maar dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus mij hoor je niet meer denken van, oh jee, gaat dat wel goed? Naar mijn mening is het succes van RTL 4 een unieke combinatie van programma's, programmering, het beleid... Maar ook van vele enthousiaste medewerkers, sterren, producenten, maar zeker ook van onze kijkers. The Summer. De laatste linie dook, kunt u hier mooi zien. Wauw, het is kantje boord. Je treft dat je op de buis was, hè? Ja, maar ruim 3 jaar. Gezien? 3 jaar? Ja. Niet veranderd. Caroline Tenzin, blijf kalm, rustig. Ik ben gaan presenteren. Dennis! Hallo. Ik ben Bas. Hi. En ik ben Peter-Jan. Ik ben Dennis. Ja, dat wisten we al. Ja. So guys, what did you think?